Onder het motto Kijken naar beelden gaan wij in deze uitzending aandacht besteden aan kunstwerken en beelden die in Bokstel, Liemt en Lennesheuvel zijn geplaatst na 1985. Hendrik Verheeslaan, hoek Beneluxlaan. Beeld van Hendrik Verhees. Dit beeld is opgebouwd uit grote, gebogen en kleine rechthoekige platen roestbruin korte staal. Hoewel het beeld in hoge mate abstract is, herken je een gestalte. Licht gebogen tuurt hij door een vizier dat is bevestigd op een wielvormige schijf op een paal. Het oogt als een technisch instrument. Waar zou hij zijn blik op richten? Het wiel is een Hollandse cirkel, een landmeetkundig instrument uit de 17e eeuw dat werd gebruikt voor het meten van hoeken. Aan de Leenhoflaan nummer 1, Nostradamus. Negen oprijzende mensenfiguren staan als een piramide gerangschikt. Voorop de kleintjes en daarachter de grotere. Hun hoofden zien we van voren, van opzij of op driekwart. Daarmee tonen ze hun eigen karakter. Het zijn tegelijk individuelen en een groep. Mijlstraat, afslag Kinderbos, Lennesheuvel. Populieren. Aan de weg bij een groep populierenbomen staat een soort totempaal, opgebouwd met klompen. Het proces van het maken van klompen is naar boven toe af te lezen. Van stam tot ruwe blokken en van ruwe klompvorm tot afgewerkte klomp. Grote en kleine klompen zijn zorgvuldig opgestapeld. Het heeft iets weg van een folklorewedstrijd klompen stapelen. Baronijen aan de Prins Hendrikstraat 32. De mens centraal. Midden op het plein, omringd door appartementen, zit een vrouw op een hoge sokkel. Hoewel ze geen armen, onderbenen en gezicht heeft, herken je het beeld door de vormen en houding direct als een vrouw. Ze zit met haar benen over elkaar, draait zich om en kijkt bescheiden naar de grond. Ze heeft iets innemends en er straalt rust van haar uit. Dommelbrug over het Wiekse pad, Serafino. In de verte verschijnt een metershoge ijle constructie. Op zijn lange benen lijkt hij mee te veren met de wind om dan in een krachtige curve schuin omhoog weg te vliegen. Zijn transparante vleugels bollen. Deze haast reizige, zeer fijne gestalte heet Serafino. Een serafijn is een engel met 6 vleugels. Dit beeld is opgebouwd uit 6 glanzende gebogen buizen. Deze buizen zijn onderling opgespannen door staven in een strak, iets doorschijnend lijnenspel. Als het kunstwerk 's avonds wordt aangelicht, is de brandende engel tot in de wijde omtrek te zien. Het gehucht Kasteren, het Duitslijntje. In het gehucht Kasteren, ter hoogte van het oude treinstation langs het Duitslijntje, staat een statige treincoupé in korte staal. Het balanceert op 2 wielen en de ramen bieden uitzicht op de omgeving. De deur draagt een wapen. Het is de 2-koppige adelaar van het Russische Keizerrijk.
De Russische tsaren maakten wel eens gebruik van het Duits lijntje richting Engeland. De uitsneden op de zijkanten staan voor vertrekken en aankomen. Liemseweg aan de zijweg Gorenstraat, Karthuizerhoeven. Aan de zijweg van de Gorenstraat staat een gestroomlijnde witte zuil bekroond met een soort monnikskap. Een kruis met daaronder een cirkel met dwarsbalk geeft aan dat we met een Karthuizer te doen hebben. De daarbij gelegen hoeve was eigendom van de Karthuizerorde Sint Sophia van Constantinopel. Rotonde de Goor, Eindhovenseweg, Keulsebaan. De maat der dingen. Op de rotonde tekent zich het silhouet af van een traditionele passer. Deze balanceert gewaagd op één been. Door zijn kleur van geel koper en facetten glanst hij in de zon. Een elegant model met sierlijke vingersteunen en een liervormig scharnierpunt met daarin een oog, bekroond door een medaillon met daarop aan de onderkant een profiel en aan de andere kant een monogram. Deze uitvergrote passer is een monument voor de zeer veelzijdige man Hendrik Verhees. In Duinendaal, herinneringsmonument Zusters J.M.J. Op de mini-rotonde bij Duinendaal verheft zich een veelhoekig element, gedragen door 5 dunne stalen pijlers. In het zonlicht straalt dit stalen beeld als een diamant. Een aantal vlakken zijn met afbeeldingen opgesierd, welke vooral liefde en zorg uitdrukken. Kasterense straat bij de brug over de Dommel. Langs de Dommel staat een golvend muurtje, bekleed met tegeltjes in allerlei watertinten. De diverse tinten zijn verdeeld over 3 kleurbanen. Hier en daar doet een lichter tegeltje aan een schuimkopje of een spiegeling denken. Horizontale golvende banen worden doorbroken door een weg van grillige, bijna witte tegeltjes. Het geheel nodigt uit in de luwte te gaan zitten en te genieten van een steeds wisselend landschap. Golfbeweging in mozaïek. Smalderense straat, afslag, Dommelsteeg, Liemde. Rioolgemaalhuisje. Aan de rand van het dorp staat een klein opvallend huisje. Het is een rioolgemaalhuisje dat het rioolwater van Liemde verpompt naar Bokstel voor rioolwaterzuivering. Het opvallende huisje is bekleed met kleine vierkante tegeltjes in pasteltinten en staat te glanzen in het landschap. Op een blauwe achtergrond vormen de groene tegels een patroon van een zandloper. Een andere wand bestaat uit 2 donkergrijze metalen deuren, versierd met een cirkel in pasteltinten. Het opvallende rode tegeltje geeft de hoogte van de pomp aan. Stationsplein, 150 jaar, spoor Bokstel.
Bij het spoor tussen twee lindenbomen staat een opmerkelijk beeld. Wat meteen opvalt zijn de vier stootbuffers, herkenbaar van treinwagons. Op het iets schuin aflopend plateau van de sokkel rusten de wielen. Door de half transparante en gebogen zijkanten krijg je de indruk dat als je het beeld van bovenaf bekijkt, dat je de wissels ziet. De trein kan dus alle kanten op. De Campina aan het Roont. Verzetsmonument. Precies 66 jaar nadat de Duitsers uit Boksel werden verdreven, verzamelden mensen zich bij het in 2003 onthulde monument. Het gedenkteken herinnert aan de verzetsmensen die in het najaar van 1944 een maand lang ruim 100 airborne soldaten verborgen hielden in de Campina. Het waren militairen van Amerikaanse zweefvliegtuigen die te vroeg waren geland of werden neergehaald tijdens de operatie Market Garden, waardoor Boksel bevrijd moest worden. Splitsing Eindhovenseweg en Diemtseweg, een houten kruis met corpus. Geplaatst op een bakstenen sokkel, onder een zadeldakje met geschulpte windveren, staat een houten kruis met corpus anno 1931. Boven het corpus is het opschrift INRI in beeld. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt van waarde vanwege het begrip wegkruis. Een karakteristieke uiting van Rooms-Katholieke cultuur. Molenweide aan de Achterbergstraat. Vrouw met kind. Bij de vijver in de tuin van woonzorgcentrum Molenweide staat een beeld van een vrouw met kind. Dit beeld is geschonken door een dankbare bewoner van het zorgcentrum. Dorpshof in Liende, carnavalsbeeld. Bij gelegenheid van het 44-jarig bestaan op 13 mei 2011 schonk Prinsenvereniging De Ploegers dit kunstwerk aan de Liemse gemeenschap. Het kunstwerk symboliseert de drie pijlers van de Prinsenvereniging. Een lid van de Prinsenvereniging, Dansmariekes en een lid van de Hofkapel van de Kromploegers. De kleine aarde aan het klaverblad, boomstam. Deze boomstam past door zijn vorm, kleur en oppervlaktestructuur goed in de natuurlijke omgeving. In het beeld wordt het pas duidelijk dat het een geboetseerd object is, dat uit gestapeld, onregelmatig gevormde segmenten is opgebouwd. De taps toelopende, min of meer ovale ringen sluiten zich niet, maar stulpen middenvoor naar binnen. De verticale naad is gedicht met glinsterend gestold koper. Herman Brandstraat, Ballenstraat. De Angela School heeft haar in- en uitgang voor haar leerlingen in de Herman Brandstraat. Dit is een smalle straat en om te voorkomen dat de ouders van de leerlingen bij het brengen en ophalen van hun kinderen de trottoirs versperren, heeft de gemeente deze opgesierd met ballen. Huize de La Salle bij de vijver. Samen. Een bronzen beeld geplaatst ter gelegenheid van het 25-jarig dienstjubileum van de adjunct-directeur van de Sint-Michaëlschool. Het beeld is opgebouwd uit vier volwassenen en twee kinderen.
Van links naar rechts zie je een moeder die haar dochtertje bij de La Salle brengt en haar daar toevertrouwt aan de zorg van een groepsleider en leidster. Vervolgens zie je de moeder die haar kind jaren later ophaalt. Het kind is gegroeid en ze heeft zich verder ontwikkeld. Het kind is groter geworden en de kunstenaar heeft om de grote verandering weer te geven van het dochtertje een zoon gemaakt. Een groot monumentaal bronzen beeld dat is opgebouwd uit een tweetal mensfiguren. De een zit boven op een hoge hardstenen sokkel en trekt de ander omhoog zodat deze ook boven kan komen. Kasteelstapelen, het bezinningsmonument. Dit monument is geplaatst ter viering dat de paters Assumptionisten zich 100 jaar geleden op Kasteelstapelen hebben gevestigd. Het monument is gemaakt van korte staal en in het staal is de volgende tekst uitgespaard. Hier krijgt het ogenblik zijn echte grootte en achtergrond. Een eeuwig open doek voor het verlangen. Kasteelstapelen, de stilte. Dit beeld is ontstaan door middel van complexe, holle vormen waarin vloeibaar brons is gegoten. Er is nog iets bijzonders bij dit beeld. Het gezicht is aan de voorkant natuurlijk een bol gezicht. Maar de bolle vorm aan de achterkant wordt op een afstand in onze ogen toch als bol en ruimtelijk ervaren. MUZIEK